Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij de gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige aflevering waren we verder gegaan in Mount Bono, waar we op dit moment zijn. En waar het best oké gaat. Kijk, die wou ik hebben. Nu is de vraag, hoe kom ik terug? Dat weet niemand. Ja, daar was ik al bang voor. Ik denk dat we die dan niet gaan pakken, want ik zie daar even niet een makkelijke uitweg voor. We gaan hier gewoon lekker weg. Nice. Even opslaan. En dan gaan we kijken of we hieronder dat ding kunnen pakken. Oh. Nice, oké. Oeh, hier beneden is nog meer. Oh, fuck. Maar daar kunnen we nog niet bij. Daar misschien wel inmiddels. Kunnen we daar al bij? Ja. Kijk, hier moeten we zijn. Oké, ik denk dat we hier linksboven moeten, maar kijken, we gaan zo even kijken wat er linksonder is. Oh, hier kunnen we zelf niet omlaag. Dat helpt ook niet. Oké, interessant. Hier kunnen we nog niet naar beneden, maar misschien komt dat straks. Nu is de vraag, wat nu? Ah, dat viel best mee. Oh, wat? Interessant stukje. Oké. Oh, fuck. Ik heb alweer geen zin dat ik. Ik heb alweer gezien dat ik dit geen leuk stukje vind.
Nice, oké. Okay. Oh, ik had stiekem gehoopt dat dat ding nu gestopt was. Dat is niet helemaal gelukt. Nou. Hoe moet ik het dan doen? Oké. Nice. Kunnen we nu omlaag? Daar rechts is ook nog wat. Misschien dat we nog een klein beetje uitzoomen. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Zijn we allemaal geweest? Dus we moeten omlaag. Dat is duidelijk. Denk nog een klein stukje dat het is. Eerst maar eens kijken wat er rechts van de start. Of we daar al heen kunnen. Ja, daar kunnen we inmiddels wel heen. Alles moet kapot. Er was niks interessants voor nu. Oeh. Dus hier geen map. En je kan niet zeven blijkbaar. The element of warmth is within your grasp. Within the elements restored, we could undo the effects of their her wrath. Do it! Kabooming! Vogel! Oh. Ja, ja. Ik snap het niet. Help. Oh, dit is moeilijk om te zien. Oké. Maar het is nu niet een keer niet omhoog.
Ik zei dat het niet omhoog was, hè? Het was toch een stukje omhoog. Oh, dood. Dit is zo moeilijk. Ja, maar je kan alleen maar het einde niet halen. What the fuck? Oh yeah, een checkpoint. Oh, daar ben ik super blij mee. Om 1 AP, dat is wat minder leuk. Wow, yo, ik schrik me helemaal de tyfus. Kutuil. Dat is de bedoeling. Help. Dat is de bedoeling. Oké. Boys, ik zie niet wat de bedoeling is. Ja, nu zie ik wel wat de bedoeling is. Heb ik het gehaald? Pauw ik zelf wel. Ik lig hier lekker te slapen. The spirit tree so close. He's our only hope left. Keep booming. The spirit tree is near. There's one step more to take. The forest of Nibel will live once again. Doe eens even normaal.
Oh, kutuil. Oh, what the fuck? Ik ben big boy nu. Kabooming. Cute. Boze uil. Minder boze uil. Ah, oh, tiny owl. Ik denk dat dit het einde van de game is. Oh yeah. Krijgen we nu credits? Dat is de vraag. Yo, a mini Ori? Vette tekening. Oh, komt er zo'n mini al uit? Was het? The journey ends. Ik wil je bedanken voor het kijken van Ori and the Blind Forest. Het is voorbij. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het een leuke game. Ik ga deel 2 niet spelen. Ik heb heel veel geraged omdat er heel veel dingen in zitten wat gewoon niet goed is gemaakt. Maar daar blijft het volgens mij is het een indie game. Daar blijft het een indie game voor. Dus dat is niet zo erg. Heel erg bedankt voor het kijken. En bij... Ja... Tot een volgende serie. Adios, amigos!